Het structureel tekort aan medicamenten hief de aandacht van het parlement. Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling afgelopen dinsdag hebben verschillende parlementariërs hun bezorgdheid geuit. Door het tekort moeten patiënten namelijk voor elk medicijn betalen. Onder andere de BEP-parlementariër Celsius Waterberg en NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam hebben de aandacht van minister Patrick Pengel van Volksgezondheid gevraagd voor dit structureel probleem. Zij vinden dat indien het bedrijfsgeneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, niet op tijd kan zorgen voor voldoende medicijnen, andere importeurs de gelegenheid moeten worden gesteld medicijnen te importeren. Waarover wij en ik denk ook de hele samenleving zich zorgen maakt, is het probleem van medicamentenvoorziening voor dit volk. De laatste tijd als arts heb ik vele cliënten die aangeven dat ze voor alle medicamenten welke voorkomen in de klapperbaas, haast voor allemaal, ze contant moeten betalen bij de apotheek. En wat wij voornemen, zo via verschillende bronnen, is dat er een probleem zit bij onze farmaceutische inspectie. En ik wil dat de minister echt de zaak goed bekijkt. En echt dat de medicamentenvoorziening voor Suriname, eenmaal het vrij en open is voor importeurs, laat dat werkelijk gaan werken. En niet dat het maar voor 5 mensen of 5 importeurs geldig moet zijn. Gelijke toegang nu in deze crisis betekent ook creatief zijn in de gezondheidszorg, voorzitter. En ik wil mij collega ondersteunen met betrekking tot het out-of-pocket betalen van de medicijnen, voorzitter. Waarom is het zo dat alleen het BGVS mag importeren? En wanneer de regering zegt dat wij moeten gaan bezuinigen, wij moeten gaan kijken hoe we met gelden zullen op de begroting kunnen spreiden, voorzitter. Wanneer wij moeten heel voorzichtig zijn hoe we onze gelden besteden, voorzitter, dan is het ook zaak dat wanneer er bedrijven zijn buiten het BGVS die willen importeren, dat we ze ook de gelegenheid inderdaad geven, voorzitter. Toen de minister zijn spreekbeurt hervatte, zei hij dat elke importeur medicijnen mag importeren. Echter moeten deze vanwege veiligheidsredenen worden geregistreerd. Ik weet niet of de vraag is dat ik pagina 2 tot en met 6 van mijn betoog opnieuw voorlees. Of, want medicijnenimport is vrij. Iedereen mag medicijnen importeren. Het enige wat je moet doen is je medicijnen die je wilt importeren registreren. En een registratie is geen stempelmachine. Medicijnen moeten veilig zijn voor gebruik, ze moeten werkzaam zijn. Als ze uit een land komen waar er geen registratieautoriteit is, moet de lokale registratieautoriteit dat gaan checken. Het heeft niets te maken met farmaceutische inspectie, die heeft weer een andere gedelegeerde taak van de directeur van Volksgezondheid. Registratiecommissie is een commissie, er is geen waarnemend hoofd, er is een voorzitter. Geen waarnemend voorzitter, er is een registratiecommissie door mij geïnstalleerd nog en ze werken. Maar als ze een achterstand van jaren moeten wegwerken, dan gaat het even wat tijd nemen. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid afgelopen dinsdag in het parlement over het tekort aan medicijnen.